In de jaren 80 en 90 werd Jan Valize uit Venlo ook wel de pinda genoemd, steenrijk met de handel in hash. Zijn zoon Wil was de kroonprins, de beoogde opvolger van zijn vader. Maar het liep anders. Wil koos zijn eigen pad en ging de creatieve wereld in. En nu is er een tweedelige documentaire met de veelzeggende titel Mijn vader, de hashkoning. Mijn vader had vroeger een soort van garage aan huis. Met heel veel inloop. Altijd mensen. Die drinken koffie, praten wat. En er werd er gewoon even een stukje hash gesneden en geroken. Hash en wiet, dat was gewoon handel. Mijn vader en zijn omgeving en kompanen, die handelden daarin. Grote namen zoals Charles Zet, die kwamen voor mijn vader naar Venlo rijden. Met hun Ferraris en Lamborghinis die ze nog nooit in Venlo gezien hadden. Zij waren wel de pionier drugdealers. Dat was toen nog niet. De strategie daarachter. De transporten regelen en de contacten, de grote contacten leggen. En mensen omkopen. En dat was hoe ik met mijn vader door het leven ging. Wat doet ze? Een stof. Is maar goed, je ogen dan? Nee. Is maar goed, je ogen. Lekker. Je kunt ook teven zetten. Ja? Ja, mam. Bij mij aan tafel de makers van de documentaire serie, Ruud Lenze en Wil Valize. Welkom, heren. Ik mag tutoyeren. Wil, jij bent de zoon van de hashkoning van Venlo. We zagen jou net in het filmpje als klein kleutertje. En jij weet al wat hash is. Jij hebt nu zelf een dochter van 10. Hoe kijk je als vader naar die beelden? Zou je dit met haar ook zo hebben gedaan? Nou, mijn dochter gaat ook mee met mij op de filmset. En groeide ook op in mijn handel, als het ware. Maar dat is wel een beetje anders. Het is een andere tijdsgeest ook. En ja, hoe kijk ik daar tegenop? Ik vind het op zich wel grappig om te zien. Maar ik zal het nu niet in deze tijd met mijn dochter doen. Nu weten we natuurlijk gewoon dat wiet schadelijk is voor de mind. Ik denk niet dat het echt een goed voorbeeld is voor mijn dochter op dit moment. Maar dat waren hippies vroeger. Die gingen dat was de rise and shine van de coffeeshops in Venlo. Ja, jij groeide op in die wereld van die coffeeshops. Want je ging met je vader mee als die bezig was met de handel. Je maakte mee dat er heel veel geld, heel veel wilde was. Ja. Alles kon. Je keek op tegen je vader, maar je was als kind ook bang voor hem. Wat voor vader was hij voor jou? Ik was niet als kind bang voor mijn vader. Ik zeg dat in de documentaire wel. Maar die angst is eigenlijk de angst om misschien niet zeg maar tegen mijn vader op te kunnen boksen. Om ook zo beroemd en goed ergens in te worden. Snap je? Dus dat is de angst die ik tot nu toe nog steeds heb. Van kan ik het ook goed doen zoals pap dat heeft gedaan? Weet je? Pap was gewoon echt een hele aanzienlijke man die gewoon succes had in zijn leven. En ja, weet je, voor mij was het van, ik ga een ander pad in. Een creatief pad. Nou, dat had nog niemand in mijn familie waarschijnlijk als succesvol resultaat gezien dat überhaupt kon. Dus je had ook geen voorbeelden in die wereld. Nee, dat was gewoon een eenzaam pad. Dus niemand wist van dat het misschien wel kon gaan slagen. Ja. Ik weet nog dat mijn opa, die zie ik toevallig daar heel mooi op de foto. Die had op een gegeven moment zoiets van, stond hij met zijn vrienden op straat en zei hij van, hier is mijn kleinzoon, die fotografeert voor de privé en zo. Ja, weet je, maar dat was niet zo. Ik studeerde reclamefotografie, ik studeerde documentaire fotografie. En dat deed ik in mijn eentje. En dat heb ik hun een beetje in kunnen betrekken. En mijn missie was ook wel een beetje om hun daarin te overtuigen dat dit mijn passie was en dat misschien wel ging lukken. Ja, en dat laat je misschien ook zien met deze film. Jij wilde deze film heel graag maken met Ruud Lenze. Ruud, jij maakte eerder met veel succes een documentaire over jouw eigen vader, jouw dementerende vader toen. Waarom moest deze film er komen, denk je? Wat was de noodzaak om deze te maken? Ja, ik vond het natuurlijk een fascinerend verhaal. Ik bedoel, hij komt uit Venlo, ik kom uit Horst, Broekhuizenvorst. Niet zo ver van elkaar vandaan, maar het zijn zo'n andere werelden waarin wij zijn opgegroeid. En ik wilde vooral zien, zeg maar, wat doet dat met een kind als je opgroeit in die wereld van rijkdom, van geweld? Wat doet dat met een kind? Ja, wat doet dat met een kind? Wat is jouw antwoord op die vraag?
Nou ja, het vormt je wel. Ik bedoel, Will heeft nog steeds wel een soort van bewijsdrang. En het vormt je wel. Maar Will heeft, wat ik super inspirerend vind, wat ik de kracht ook vind van de film, is dat Will heeft voor zichzelf gekozen op een gegeven moment. Hij is zijn eigen pad gegaan. En ik denk dat heel veel anderen in die situatie, nou, misschien het verkeerde pad hadden gekozen. Of nou, dat was misschien de mist ingegaan. En hij zit hier. En dat is het inspirerende. En ja, ik denk wat de serie laat zien is dat misdaad loont niet. Mm-hmm. Ik bedoel, Jan is uiteindelijk alles kwijtgeraakt. Will is alles kwijtgeraakt. Misdaad loont niet. En, yeah, en Will is het voorbeeld van dat je er ook aan je lotsbestemming kan ontkomen. Ja, Will, jij breekt met de code, hè? Want ja, er komen dingen boven tafel waar ja, die mensen liever niet in de openbaarheid zien. Ja. Er zijn natuurlijk ook veel mensen uit het verleden van je vader. Die zijn helemaal niet blij met het feit dat jullie deze documentaire hebben gemaakt. Hoe moeilijk was het om deze documentaire serie, het zijn twee delen, te maken? Ja, ik vond dat wel lastig. Maar ik denk wel dat er gewoon, kijk, er is gewoon een noodzaak vanuit mij om dit zo te maken. Ik wou een film maken met Ruud die heel dicht bij mij zelf als maker stond. En ja, als debuutfilmmaker is het gewoon beter om iets over je eigen leven te kunnen maken, omdat je daar helemaal in kan gaan. En uiteindelijk dat je tegen obstakels aanloopt, dat er mensen misschien anders naar je gaan kijken omdat je een boekje open doet. Ja, dat heb ik voor lief genomen, omdat ik wel met discretie daarmee om ben gegaan. Ik heb het ook vooal persoonlijk gehouden. Wij hebben het vooral bij ons gehouden. Ja, jullie hebben ook aanpassingen moeten doen, hè? Foto's zijn geblurred, namen ja, dat was weggehaald. Wel belangrijk. Ja, dat was gewoon belangrijk, want ik wil gewoon dat er gewoon geen vijandschap wordt gecreëerd daardoor. Dus ik vind het heel belangrijk dat wij dat bij ons hebben gehouden, dat verhaal. Dat het echt over mijn vader en mij gaat. Het is een relationele film. En dat is de kracht van deze film. Ja. Er zijn heftige dingen gebeurd in het verleden. Jouw vader is ontvoerd toen jij nog een kind was. Hoe oud was je toen? Ja, of 6. Ja, laten we even kijken naar de beelden. Zit in de kofferbak, ze hadden me getaped, helemaal getaped toen dat muts afgedaan. Getaped. Ik denk, ja, die rijden Amsterdam Renkanaal in. Maar ja, dat is dus nu een kaart. Zo even, ik hoorde ze zeggen, laat hem hier maar staan tot hij zich maar bekijkt. En ja, die kofferbak hadden ze dan open, maar ik ben uit de kofferbak gekropen. En ik moet zeggen, ik weet tot op de dag van vandaag niet wie dat geld gegeven heeft. Alle mensen hadden gebeigelen en die 300 kilo handelwaarde ook. Maar de ontvoering heeft van mij een ander mens gemaakt. Ik vertrouw geen mensen meer. Mensen wat zeggen dat ze er niks van weten, mensen wat er misschien bij zijn geweest. Wie doet me zo wat aan? Ik had geen vijanden, niks. Alleen voor kut geld. Ja, heeft deze ontvoering ook jouw leven veranderd? Nee. Ik was vrij jong. Ik denk dat ik dat onbewust heb meegemaakt. Dus nee, het antwoord is, ik denk niet dat het mij merkwaardig veranderd heeft. Nee. Jouw vader die is de hoofdpersoon in deze film. Het is nogal wat. Waarom wilde hij meewerken? Waarom heeft hij ja gezegd? Ik denk dat pap echt met deze zet om dit te doen eigenlijk gewoon tegen zijn zoon heeft gezegd, jongen, ik geloof toch in je pad. Ik sta achter je. En ik heb het ook gewoon zo gebracht van, pap, luister, ik heb een ontzettend mooie mogelijkheid om van mijn talent nu een platform te maken waar ik een goede opportunity heb om mijn creativiteit in een film kan laten zien en met mijn vakbekwaamheid. Vooral met de expertise en de ervaring van Ruud en van onze producent Julius Ponte. Voelde het gewoon als een dream team. En mijn vader had gewoon zoiets van, ja, als ik jou ermee kan helpen, dan wil ik dat wel doen. Ja, de ultieme erkenning. Zijn ze dichter bij elkaar gekomen, vader? Ja, ik heb dat. We hebben ongeveer jarenlang gedraaid, of iets minder zelfs. Maar ik zag gewoon in die tijd, zag ik eigenlijk ze wel nader tot elkaar groeien. Ja, dat is wel mooi. Dus die film heeft daar iets aan bijgedragen. In beweging gezet. Ja. Dankjewel, Wil Verliezen, Ruud Lenzen. Mijn vader, de Haskoning, is vanaf komende vrijdag te zien op Videoland.